Hartelijk welkom bij Praatje Politiek. Het wordt een bloedserieuze Praatje Politiek, want 1 januari moet het gebeuren. 1 januari moet alle decentrale taken die van de provincie, de overheid naar de gemeente zijn toegeschoven, geregeld zijn. Dat gaat over zorg, het gaat over jeugd. En ik lees van de week in de krant dat de FNV zich grote zorgen maakt of de gemeenten wel klaar zijn voor die grote transitie. En het lijkt wel of dan al alles bij elkaar komt, zegt vervolgens de staatssecretaris in een brief aan de gemeente. Wethouders, 400 wethouders, kom naar mij toe. Ik wil alles weten of jullie klaar zijn voor de grote transitie op 1 januari. Nou, met wie kun je daar beter over praten dan een wethouder die straks ook aanschuift bij de staatssecretaris? Wethouder Bert Koops. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, moeten wij daar nou van schrikken dat de gemeente heel veel taken op zich af krijgt van WMO, ondersteuning, werk, inkomen, dagbesteding, jeugd? Of zeg je van joh, wij hebben het gewoon allemaal geregeld hoor, maak je geen zorgen. Meneer Van Rijn, ik kom bij je op de thee en ik roep gewoon, wij hebben het voor elkaar. Wat is hier op uw antwoord? Ja, mijn antwoord. Nou, kijk, je moet er niet van schrikken. Het is een proces wat nu 4-5 jaar loopt. En ja, wat, 2010 ongeveer, hè? 2010 is het natuurlijk gestart. Daarvoor was er natuurlijk ook al sprake van, want het proces loopt al, daarvoor ook al een jaar of 10. Het heeft vooral natuurlijk te maken dat binnen de jeugdzorg en de zorg voor de jeugd en zorg voor de volwassenen, hè, de jeugdzorg en de WMO, dat daar natuurlijk toch het gevoel was van iedereen dat zeker op de duurdere jeugdzorg geen enkele grip en zicht meer was. Nou, en hoe moet je dat dan aan gaan organiseren dat wel gaat gebeuren? Nou, zijn we natuurlijk nu met z'n vieren, of 4 jaar, zijn we daarmee aan de slag. Komen we straks denk ik ook nog even op hoe of wat. Ja. En nu langzaamaan komt het natuurlijk toch aan zijn, de voorbereiding aan zijn eind. Maar het begint eigenlijk pas. Hè. Op 1 januari 2015 dan is de definitieve overdracht van die verantwoordelijkheden. En dan zou een gemeente dat, de regie over hebben. Nou, het is natuurlijk logisch dat daar naar gekeken wordt, dat daar kritisch naar gekeken wordt. Er is niet alleen maar de taken worden overgedragen, maar ook de middelen. Maar niet alle middelen. Daar wordt eerst 20% van afgehaald. En dat maakt het natuurlijk best wel spannend. Ja. Ik heb het idee dat de afgelopen jaren behoorlijke stappen zijn gemaakt. Zeker wetende dat gemeentes het moeten organiseren, terwijl de wetgeving pas deze zomer definitief is afgetikt, zogezegd, door de Kamer. Ja. Dus eigenlijk het gevoel wat je hebt van je moet een brug maken terwijl je zelf overheen loopt, dat gevoel hebben wij natuurlijk wel een tijdje gehad. Ja. Hè? Ja. Want je was elke keer aan het organiseren met de wetenschap dat het elke keer ook nog weer kon veranderen. En dat is een stukje onzekerheid wat meegenomen is in het hele proces. En u gaf aan Van Rijn, die natuurlijk de wethouders gevraagd heeft om te komen. Nou ja, het staat daar zo, maar het is zo dat wij al misschien wel 3-4 keer een gesprek hebben gehad met staatssecretaris Van Rijn, maar ook met het ministerie. Om te kijken van hoe is de voortgang, waar komen we uit, moet er nog wat bijgesteld worden, enzovoort, enzovoort. En het is logisch dat Van Rijn ons uitnodigt. En ik vind het ook wel heel fijn dat hij dat doet, want dat betekent ook dat je rechtstreeks met een staatssecretaris langdurig kunt spreken. En dat is niet bij elke staatssecretaris mogelijk. Nee, kende jij deze uitnodiging? Ja, ik ken het. Ik ga er zelf ook heen, 30 september is dat. In dit geval is het in Leusden georganiseerd. Ja. Maar dat doe je niet met de staatssecretaris, maar met zijn ambtenaren? Nee, de staatssecretaris zelf. Ja? Ja, hij omdat is je op meerdere plekken. Ja, maar hij heeft verschillende data's. Ja. En ook verschillende tijden. Bij ons is het zeg maar dan de 30ste 's avonds. Ik heb al wel meer gesprekken gehad in een kleine kring met 14, 15 wethouders met hem. Een soort kringgesprek van 1,5 tot 2 uur. En ik moet zeggen dat ik vind het toch wel opmerkelijk dat hij zoveel tijd ook eraan besteedt om de gemeentes mee te nemen in het proces. Ja. Is dat uit zorg of is dat van het marcheert allemaal? Nou kijk, het is uiteindelijk is het natuurlijk zo dat er taken vanuit het Rijk naar de gemeentes worden gedecentraliseerd. En
Asscher heeft ooit gezegd van als je een kind leert fietsen of op moet brengen, dan is er altijd een moment dat je het los moet laten. En dat is natuurlijk voor het Rijk ook moeilijk. Van wanneer moeten ze het nou loslaten? En hoe ver moet je ze begeleiden? En zij worden natuurlijk ook, wat dat betreft, is ook de Kamer is daar natuurlijk... Heel erg. De jeugdzorg staat onder een vergrootglas. Kijk, en ik heb al wat meer gezegd, want niemand die zich ooit bekommerde over de jeugdzorg. In die zin bekommerde, als je, zeg maar, hier, wij spreken er nu over. Maar het was altijd georganiseerd door, bij ons ver weg. Iemand kwam in de duurdere jeugdzorg, werd ergens opgenomen. Niemand hier in ons dorp wist waar dat zou zijn, behalve misschien de familie. Ja. En voor de rest onttrok het zich aan alle waarnemingen. Met ook het gevolg dat niemand wist van hoe het nou was geregeld, hoe de structuren waren, hoe de middelen werden verdeeld. Ja, en uiteindelijk bleek dat die kosten zo enorm opliepen, dat ze zeggen, ja, maar wat kunnen we daar nou aan doen? Ja. Nog even terug naar het begin, Bert. Heeft de FNV een punt als ze zeggen, ja, de gemeentes zijn traag in het regelen van de jeugdzorg? Ja, kijk, wat is de definitie van traag? Niet snel. Ik bedoel, als je natuurlijk in juni, juli hoort dat de wetgeving pas wordt vastgesteld. Ja. En je hebt, je bent 3-4 jaar bezig. Dan kun je zeggen traag, maar je kunt iets wel heel snel regelen, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. Kijk, maar het zijn geen slechte woorden, om dat allemaal zo maar te noemen. Ambtenaren en jeugdzorgmedewerkers vrezen grote drama's als op 1 januari gemeentes verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Ja, nou, ja, ik vind dat... Laten we inzoomen op onze situatie. Ik vind... Ben jij er klaar voor? Is de organisatie er klaar voor? Is de jeugdzorg er klaar voor op 1 januari? Nou, op 1 januari 2015, dan gaan wij het uitvoeren. En op 1 januari 2015, dan is het zo, dan beginnen we. En ik denk dat het, zeg maar... ook een tijd nodig heeft om ingebed te raken, dat mensen weten van hoe lopen nou die structuren. Dus het vraagt heel veel informatie, maar de gemeentes zijn er denk ik net zo klaar of meer klaar voor dan dat het was. Want het gaat natuurlijk over het belang van het kind. Op 1 januari kan het niet zo zijn dat een kind die nu in de jeugdzorg zit, weliswaar centraal of vanuit provinciaal gebied georganiseerd, dat die iets merkt van die transitie. Nee, het gaat om het kind. Ja. En de ouders. Het FNV praat ook, denk ik, namens de zorgaanbieders. Ja, ik denk sowieso hun eigen leden natuurlijk, maar goed. En dat zijn leden. En die zorgaanbieders, die moeten 20% bezuinigen. Want wij hebben 20% minder budget om het uit te voeren. Ja. Dus dat betekent dat wij het stelsel veranderen, maar ook die zorgaanbieders, die moeten 20% gaan bekorten op een organisatie. Dat betekent dat zij moeten gaan reorganiseren. Dat betekent dat zij dus ook moeten gaan, dat de mensen ontslagen worden. Ja. Dat er overheid, dat die wordt aangepakt. Dat er misschien gebouwen verkocht worden. Nou, maar dat zal dat de ouders van het kind zorg zijn. Ik vind dat die kinderen en de ouders en dat de zorg daar niet onder moet lijden. Dat gebeurt back-office, noem ik het dan maar. Maar de FNV maakt zich natuurlijk daar wel zorgen over. Ik vind het wel een terecht signaal. Zet het jou ook wat aan denken? Afgezien van wie dat signaal afgeeft, maar nou, we kijk, zijn en nog gemeenten zijn er niet klaar voor die verwachte drama's. Nee, dat kun je niet stellen, want gemeenten zijn er wel klaar voor. De ene gemeente is misschien wat verder dan de ander, maar als je ziet wat voor een werk er gedaan is door de gemeentes, de gemeentes individueel, ja, maar zeker ook de gemeentes in de regio qua samenwerking, ja, dan is dat eigenlijk bewonderenswaardig. En dat wordt ook aangegeven door de staatssecretaris. Ja. Waarom doet hij dit op dit moment? Dus, we hadden het net over die uitnodiging. Jij bent 30 september 's avonds in Van der Valk of zo, weet ik veel, ergens. Of op het gemeentehuis. Dan gaat hij vragen, geachte wethouder uit Bunschoten, bent u er klaar voor? Nou, het is logisch, en dat doe ik ook als wethouder. Als je iets gaat veranderen, dan probeer je natuurlijk wel je op de hoogte te blijven houden van wat er gebeurt. Het zou vreemd zijn als jij zou zeggen, 2 jaar terug gemeentes, 1 januari 2015, dan moet je dat hebben georganiseerd en zich nergens mee bemoeid. Nee. Het is logisch dat hij continu blijft monitoren van, komt het voor elkaar? Nou, dat vind ik een goede zaak. En dat geeft ook aan, zeg maar, de betrokkenheid bij elkaar. Ja, maar wat ga je hem zeggen? Hoe bereid jij je voor op dit verhaal?
Nou, serieus, staatssecretaris, maak je geen zorgen, joh. Nou, kijk, wij... Meneer, excellentie. Ja, nou, wij zijn natuurlijk al een tijd aan de slag met elkaar. En wij hebben natuurlijk al diverse gesprekken gehad. Niet alleen met de staatssecretaris, maar ook met de regio en ook met de provincie. En ook, dus wat dat betreft. En er is een transitiecommissie die het nadrukkelijk volgt. Dus wat dat betreft is het niet zo dat wij gaandeweg geen verantwoording daarover aanleggen. Hij wil natuurlijk horen dat hij voor de rest van Bunschoten zich geen zorgen hoeft te maken. Nou, hij wil natuurlijk bevestigd hebben dat de wethouders in Nederland met elkaar, de gemeentes en de raden, alles eraan doen om dat proces goed te laten verlopen. Ja. Wat is een zwaardere portefeuille in jouw beleving, de jeugdzorg of de VMO? Nou, de ene is zorg voor de jeugd en de andere is zorg voor volwassenen. Kijk, als je de jeugdzorg hebt, 85% van de jeugd hier in Bunschoten en in Nederland, daar is niets meer aan de hand. Dat gaat hartstikke goed. Die zijn tevreden, hè, die doen hun dingetje. Ja. Die hebben ze nu en dan eens even een aanwijzing nodig. En dat gaat misschien via de leerplichtambtenaren of het gaat via een ander. Corrigerende tik. Een corrigerende opmerking. Ja. En dan heb je die 15% en daarvan is 10%, ja, daar moet toch iets meer aandacht aan worden gegeven. Hè? En die 85% deed de gemeente al, met preventie. En die 10%, ja goed, daar moet ook nog wel wat extra aandacht aan gegeven worden. En die moet dan behandeld worden. En dan heb je 5% hele zware jeugdzorg. En dat zijn natuurlijk landelijke organisaties. Maar het is wel zo dat als je natuurlijk als gemeente Bunschoten en je hebt te maken met 3 of 4 personen die hele zware zorg nodig hebben, met zware begeleiding, dan praat je over per traject 2 tot 3 ton. Hele zware zorg, per jaar. Ja, ja. Nou, dan gaat het natuurlijk hard, wij krijgen 2 miljoen of 2,5 miljoen daarvoor extra voor de jeugdzorg. De WMO daarentegen is natuurlijk zorg voor volwassenen. En dat is natuurlijk zo dat meer mensen thuis komen te wonen. Nee. Dat is, denk ik, voor gemeentes, qua organisatie, een nog grotere organisatie dan de jeugdzorg. Het idee WMO is natuurlijk niet vreemd voor gemeenten, alleen de omvang. WMO... Dat was al. De WMO was vooral toegespitst op mensen die dus, zeg maar, zichzelf niet helemaal konden verplaatsen, bedruipen. En die kregen dan, zeg maar, een ondersteunende voorziening. Maar er komen nu toch wel andere taken. Het budget van de WMO... Voor de gemeente Bunschoten zit ongeveer op 2,1 miljoen extra nu. Is dat gelabeld geld? Is dat specifiek voor WMO? Of mag je daar ook een rotonde van de Korpplein aan leggen? Nee, het is zo dat het Rijk heeft gezegd van nou, jullie krijgen 3 budgetten erbij. Dus de participatiewet, daar gaan we even niet over. Maar zeg maar, en de WMO en de jeugdzorg. Dat is bij elkaar is dat ongeveer voor Bunschoten 6 miljoen. En dat komt eigenlijk in 1 fonds. En daar kun je dus binnen dat sociaal domein over beschikken. Gaat het qua inwonertal? Want het is jullie werken ook samen met de jeugdzorg met de omliggende gemeenten. Nee, iedere gemeente zijn eigen budget? In 2015, dat is een overgangsjaar, hè? In 2015 is gezegd dat iedereen die op 31-12-2014 zorg krijgt, die blijft die zorg houden. In 2015 bij dezelfde aanbieder. En dat noemen ze dan een transitiearrangement. Ja, ja. Dan maak je een afspraak met de zorgaanbieder. Van nou, kijk, jullie hebben nu dat werk. En dat blijf je houden voor 2015. En het budget wat daarvoor nodig was, dat gaat dus van het Rijk en dat gaat van de provincie, gaat naar gemeentes. En dat is dus gebaseerd op de historische uitgaven. Ja, ja. Dus zeg maar, wat Bunschoten in 2013 heeft uitgegeven voor WMO en voor jeugdzorg, dat geld komt in 2015 naar gemeentes toe, minus 20%. Bezuiniging. Minus de bezuiniging. Ja. Je leest ook wel in welk blad of welke notitie je ook opslaat, dat altijd gaat cliënt centraal. Cliënt is het belangrijkste. Ja, daar gaat het om, hè. Ja. Die moet van de transitie van Rijk naar gemeente eigenlijk niks merken. Nee. Krijgt hij een andere... jeugdhulpverlener, krijgt hij een andere verzorgster, verzorger, want we hebben een andere aanbieder, ander arrangement. Nee, kijk, de professional die zal de zorg moeten leveren. Dat zijn mensen die zijn ingespecialiseerd. Het is wel zo dat een andere orgaan
verantwoordelijk wordt. Ja, oké. Dat zijn de gemeentes. Oké. Het moet natuurlijk niet. Het is ook zo dat gemeentes straks wel gaan indiceren. Wat eerst bij het bureau jeugdzorg gebeurt, gaat straks door gemeentes gebeuren. Is dat goed? Is dat beter? Ik denk dat het goed is. Want ik denk dat dat. Maar dat betekent niet dat dat ambtenaren zijn die dat gaan doen. Dat zijn natuurlijk wel professionals die misschien dan niet voor bureau jeugdzorg werken, maar dan wel voor de gemeente. En de mensen zelf moeten. De bedoeling is dat mensen sneller worden geholpen. Kan het zijn dat in de gemeente X, nou laten we makkelijk doen, welke zit erbij, in Leusden, anders geïndiceerd wordt dan in Bunschoten? Dat je hier vlugger weer buiten de deur staat of net andersom als in Leusden of andere omliggende gemeenten? Verwacht ik niet. Nee. Stemmen jullie dat af omdat je in een regionaal verband zit? Je stemt dat binnen de regio wel af. Ik bedoel, kijk, er zal altijd een verschil zijn in gemeenten en dat is ook zo. Ik bedoel, als hier in Bunschoten heb je een grote sociale cohesie, waardoor er de afgelopen jaren minder gebruik is gemaakt van bijvoorbeeld de professionele jeugdzorg. Nou, dat betekent ook dat je minder geld krijgt. Ja. Maar het is wel zo dat er zullen geen grote verschillen in zijn. Er zullen wel verschillen in zijn, maar ik verwacht geen grote verschillen. Want dan kun je misschien beter naar Leusden gaan, want dan krijg je wel meer hulp dan in Bunschoten. Nou, en waarschijnlijk zal het dan zo zijn dat je hulp krijgt van dezelfde instanties. Hè, want zeg maar, de professionele jeugdinstellingen, die hebben wij niet hier in Bunschoten. En die staat ook niet in Leusden. Die staat misschien in Amersfoort, of die staat in Utrecht. Ja, begrijp ik dat er gewerkt gaat worden met wijkteams? Ja, het is zo dat natuurlijk het belangrijkste, zeg maar, vind ik, opgave voor de komende maanden, dat is van hoe gaan we nou die toegang regelen? Hoe kun je nou snel geholpen worden? Want daar gaat het om. Het moet een verbetering zijn voor de cliënt. Het was zo dat mensen best wel eens met hun kind overal heen moesten lopen van nou, waar kan mijn kind hulp krijgen? Ja. Nou, dat zou de grote winst moeten gaan worden. Dat zeg maar verbeterd gaat worden. Dat je sneller hulp krijgt. Dat je sneller hulp kunt krijgen, maar dat er ook sneller hulp, dat er sneller wordt gesignaleerd dat er hulp nodig is. Want er zijn veel mensen die hulp nodig hebben, maar die dat dus niet laten merken. Nee. Was dat een drempel? Mensen weten niet dat het er is. Mensen die moeten weten dat het er is. Ja. Maar er zijn ook mensen die zorg mijden. Die dat niet vooruit willen komen. Ja. Ik bedoel, als je te maken hebt met huiselijk geweld. Dat is niet zo dat iedereen daar zegt van nou, ik word gebeurt hier wat in het huis. Ik moet geholpen worden. Ja. Dus er moet toch iets georganiseerd worden waardoor dit soort dingen sneller worden opgemerkt en sneller worden geholpen. Nou, en die inrichting van die toegang, dat gaat dus gebeuren via noemen ze dan sociale teams. Ja, in de rest van Nederland noemen ze het wijkteams. Wijkteams, ja, wij hebben één team. Dus als Bunschoten bij dan één wijk, okay. Zeg maar. Hey, maar Amersfoort heeft bijvoorbeeld acht teams. Onder invloed van de gemeente dat je zegt, wij zijn één wijk, dan praat je over 20.000 inwoners. Ja, als je Amersfoort heeft bijvoorbeeld acht teams. En, die zijn ook 6, 7, 8 keer zo groot dan wij. Dus die hebben een team voor de Antwerpse Berg. De Berg. En die hebben daar druk mee? Nee. En die hebben een team voor de Sosse Kwartier. Ja. Die zal waarschijnlijk wel verschillend zijn ingericht. Kunnen wij gebruik maken als we hier op vakantie zijn uit wijken naar Amersfoort? Soest, we hebben wel iets mee. Nou, nee, het is niet zo dat wij op vakantie zijn. Het bureau is gesloten, dat is niet zo het geval. Ketenpartners. Maar je hebt natuurlijk wel, je maakt wel gebruik van elkaars expertise. En je organiseert ook gezamenlijk wat. Maar wij hebben hier wel een eigen team. En bijvoorbeeld Soest heeft twee teams. Of Ja, hoe bepaal je nou zoiets dan? Is dat inwonersstraten, huizen, problematiek? Een beetje de spanwijdte die je hebt, die zeg maar. De afgelopen 3 jaar is er geëxperimenteerd met teams. Hè. Er is een experiment geweest met Soester Kwartier. En daar wordt ook gekeken van, nou, wat voor grootte heb je ongeveer nodig om dat te organiseren. Is dat dan, hoeveel mensen zitten er in zo'n team dan? Als er een keer 6, 7 cliënten een beroep doen op... Ik denk dat je zit op iets van 7 à 8 FTE. Ja, dan kunnen er meer mensen zijn. Maar het is vooral de bedoeling dat die natuurlijk niet in een bureau, op een bureau zitten, maar die zijn natuurlijk bezig bij de gezinnen. Ja, die hebben contacten met scholen, met huisartsen, met BOA's. Vooral, kijk, we hebben natuurlijk de BOEI als welzijnsorganisatie en die heeft ook zijn rijke taak.
Het is natuurlijk zo dat die teams, die zitten eigenlijk tussen, ik noem maar wat, de huisartsen en de boei en Clip en de scholen in, als verbinding naar de professionele zorg. Hebben wij een plus omdat wij een redelijke subsidiestroom hebben richting de boei? Zelfs nog wel een redelijke forse? Nou, we hebben geen, in verhouding met andere gemeentes, dat we veel subsidie verstrekken aan de welzijnsorganisatie. Integendeel zelfs. Het is zo dat elke gemeente heeft een welzijnsorganisatie, want er moeten natuurlijk taken als vrijwilligersbeleid, mantelzorg, Clip. Als je ziet wat de boei allemaal doet om die duurdere zorg te voorkomen, want daar gaat het natuurlijk om, is het niet zo dat wij daar ver van afwijken. We hebben al eens eerder gesproken over die RWA's. Hè? Dat is nu ook een onderdeel die dan uitgevoerd moet worden door de gemeente. Is dat een belangrijk onderdeel? Mensen aan het werk krijgen met beperkingen, zonder beperkingen, moeilijk op de arbeidsmarkt te krijgen, dagbesteding. In mijn beleving is werk enorm belangrijk. Als de economie goed draait en de mensen werken, dan wordt de zorg ook minder. En dan kan de zorg ook bekostigd worden. Ik denk ook dat heel veel problematiek in gezinnen zijn, omdat bijvoorbeeld de ouders, omdat er geen werk is. Ja. Dat betekent A, dat er een beroep moet worden gedaan op allerlei sociale instanties, wat voor niemand plezierig is. Dat je dus zegt, maar dat er spanningen zijn in een gezin, dat er ook gebruik wordt van middelen. Dus je krijgt, wat dat betreft, is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Ja. En ja, waar ook de spanning in zit, is dat mensen met een beperking thuis zitten. Als jij een kind hebt, een volwassene hebt, met een beperking, die de hele dag op de bank zit en niet aan het werk kan komen, en het graag wil, dan geeft dat spanning in zijn gezin. Ja. Dus ik vind die beweging wel goed, dat er gezegd wordt van nou, ga nou aan de slag en probeer nou die mensen die ook iets hebben, maar die, je kunt wel een beperking hebben, maar dan kun je evengoed nog een hele mooie bijdrage leveren aan de toegevoegde waarde van het bedrijf. Maar het valt niet mee in deze tijd. Nee. Hè? Hoe zit het met EEMFOS dan? Zijn dat mensen uit onze gemeente? Of is dat toch, het busje komt van Amersfoort hier naartoe? Nou, het is zo dat bijvoorbeeld, als we over EEMFOS praten, en EEMFOS die heeft verschillende takken, hè? Die heeft takken, letterlijk gezien, bijvoorbeeld EEMFOS, maar je hebt ook CleanFOS. En dat is een sociale werkvoorziening, EEMFOS. Er werken totaal 1500 tot 1600 mensen. Enorme, een behoorlijke club. En dat zijn dus mensen uit de regio Amersfoort. Dus dat zijn van de zes gemeentes, dat is Amersfoort, Bunschoten, dus Baren, Soest. En die hebben allemaal, zeg maar, wij hebben iets van 45 tot 50 mensen daar aan het werk. Ja, die komen toch uiteindelijk via die participatiewet bij de gemeente Bunschoten aankloppen. Ja, en die sociale werkplaatsen, die houden op te bestaan. Ze bestaan nog wel, maar er komt geen nieuwe instroom in. En de mensen die dus, zeg maar, daar anders werk zouden moeten zoeken, die komen wel bij de gemeentes, en die moeten dan zorgen dat ze aan het werk gaan. Hoe doe je dat dan? Komen er weer uiteindelijk mensen bij de gemeente onder het dak die bij ons hun werk gaan doen, hun schoffelen enzovoort enzovoort? Nou, gewoon een aparte divisie of een afdeling of een clubje? De bedoeling is dat die mensen die dus zeg maar een beperking hebben, wat je ook kunt bedenken, dat kan een behoorlijk een zware beperking zijn, maar dat kan ook wezen dat iemand wat extra nodig heeft. De bedoeling is dat die dus zeg maar de afspraak is in het sociaal akkoord, en dat hebben ook de werkgevers aangegeven, dat die mensen grotendeels zouden moeten gaan instromen bij de reguliere bedrijven. Dat is de afspraak. En dat lukt, want je had een clubje samengesteld van werkgever, werknemers, zorgen dat die categorie weer nuttig werk gaan doen. Er is een werkbedrijf ingesteld hier in de regio. Daar zit het UWV bij, het werkgeversservicepunt, de sociale partners en een afvaarding van de gemeente. Ikzelf mag ook in deelnemen overigens. Dat is aan het werkbedrijf. En die moet gaan kijken van in hoeverre kunnen we nou dus die markt bewerken om toch die mensen natuurlijk aan het werk te krijgen. Het is ook het leukste denk ik ook voor die cliënten, of zo zou je het misschien wel noemen, om in eigen dorp
zoals we nu de rotondes zien onderhouden, of het groen, of het knippen, of wat, dat gewoon eigen mensen uit eigen dorp zijn. Ja, prima, dat kan. Voor hen is dat het leukste? Dat zou voor hen natuurlijk het mooiste zijn. Maar er zijn ook wel mensen die dat zeggen, nou goed, als ik dat wil in Baren niet doe, prima. Nee. Bedoel, Bert, we hebben over een aantal dingen gesproken. Ik wil je laatste antwoord graag hebben. Zijn wij klaar voor 1 januari? Wat ga jij de staatssecretaris donderdag, dinsdag zeggen? Van joh, maak je geen zorgen, ga rustig naar bed. Nou, ik vind wel, we moeten altijd zorgen blijven maken. Ja. Want je moet nooit achterover zitten. Jij lijkt wel een politicus, hè? Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. En hij zegt, nee meneer Koops, ik vind een hartstikke mooi verhaal. Waarmee besluit u een laatste sheet? Ja, nee, want ik vind altijd het gevaar wat we hebben hier, dat we zeggen, we zijn klaar. En 2 januari... krijg je plots te maken met... Nee, maar dan gaat het over papier. Zoals het nu eruit ziet, is de transitie geregeld en staat de troep op 1 januari voor de deur om het allemaal netjes over te nemen. Goed, we hebben 2 beleidsnota's hebben we aan de raad aangeboden. En die beleidsnota's, daarin kun je zien dat de gemeente Bunschoten, wat de beleidskader betreft, de zaken heeft geregeld. Maar we zijn nog niet klaar, maar we zijn er wel klaar voor. Want kost je je kop als je het mismaakt, hè, op 2 januari, hè? Kijk, als er iets gebeurt, wat nu ook gebeurt, met een gezin of met een jeugdige, wat nu ook gebeurt, dat je kunt niet gaan zeggen, we komen straks op 1 januari komen we in een maatschappij waar niemand meer ziek wordt, waar niemand meer ontspoort, dat kun je niet zeggen. Nee, maar wat de regering wil, het kabinet 2010, we zijn al 4 jaar, pak een beetje 4,5 jaar verder, tijd genoeg. Misschien geen geld genoeg, maar wel tijd genoeg om uiteindelijk alles voor elkaar te hebben. Op 1 januari zijn wij klaar. De nieuwjaars, de toespraak van de burgemeester is, het is een ingewikkeld proces geweest. Maar de wethouder heeft zich uitgesloofd en we zijn klaar. Nee, we zijn niet klaar, maar we zijn er wel klaar voor. Wat is het verschil? Als je er klaar voor bent, dan zeg je van, we hebben nu een x-aantal zaken geregeld. We gaan nu aan de slag. En dan... Maar wanneer ben je klaar? Je bent pas klaar als er nooit iemand meer een beroep hoeft te doen op de provinciale. Nee, dat is mooi. Maar daar zijn we nooit. Je bent er nooit klaar mee. Laten we zeggen organisatorisch wat het kabinet destijds gewild heeft. Decentralisatie, je krijgt een aantal taken erbij. Forse taken. Heel veel mensen hebben ermee te maken. Die willen geen knip zien. Die willen vloeiend overgaan van oudjaarsdag naar nieuwjaarsdag. Ja. Niet een zorg hoeven te maken van... Die gemeente, en zij kan niet dit, en ze hebben niet zus, en ik heb mijn zorg komt niet op de eerste nieuwjaarsdag. Nee, ik ben ervan overtuigd dat die beweging die nu is gemaakt, dat een verbetering zal zijn voor de zorg in Bunschoten. Dat is wel, dat is 1. Het is ook zo dat er is natuurlijk een knip gemaakt. Dus als je een knip maakt, dan zal dat gelast moeten worden. Dan zul je natuurlijk, dat zul je merken. Ja. Maar het mag vooral zo zijn dat de zorg die geboden wordt aan de mensen in Nederland, en het is heel specifiek in Bunschoten, want daarom zitten we hier, die moet verbeterd worden. Of verbeterd, in ieder geval beter, nog beter georganiseerd worden. Dat is het insteek, je hebt ze om de hoek zitten. Je hebt ze om de hoek. En dat is de insteek. Ja. En de vraag is natuurlijk, de grote opgave van ons allemaal is kijk, is de wethouder er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Maar is ook de gemeenschap er klaar voor? Is het zo dat... Dat is altijd groot, dat is altijd groot. Nou, dat is groot, maar ben jij er klaar voor om straks je buurman te helpen? Of je moeder? Ben jij er klaar voor om iets te betekenen binnen de zorg? Want er zijn heel veel mensen hier in Bunschoten die mantelzorg verlenen en vrijwilligers. Maar er zijn ook een heleboel die niets doen. Nee. Maar ben jij er klaar voor als gemeenschap om die verantwoording te nemen? Ja, we komen niet meer weg om te zeggen, dat moet de overheid maar doen. Want, ik ben druk met mijn eigen... Oké, dat is natuurlijk de insteek ook. Dat is op zich een hele mooie uitdaging. Nou, ik ben er klaar voor, maar ook daar ben ik nog niet klaar mee. Nee. Dus eigenlijk kunnen we zeggen... FNV komt naar de gemeente Bunschoten en je krijgt het antwoord van, joh, maak je geen zorgen, want wij hebben het geregeld. De FNV, nou, of als je CNV misschien komen, ook wel. Ik denk dat de FNV ook een rol heeft. En de FNV is ook belangrijk met de bonden,
Want ze moeten ook toezien dat natuurlijk de mensen die nu in de zorg werkzaam zijn, dat daar ook op een goede manier mee om wordt gegaan. Maar het mag niet zo zijn dat heel veel mensen die hier ook uit Bunschoten in de zorg zijn, en die straks misschien een baan verliezen. Ik hoop het niet. Maar als er bezuinigd worden, dan gaat het gebeuren. Dat die mensen natuurlijk aan hun lot overgelaten worden. Het is belangrijk dat daar op een goede manier weer omgegaan. Al die zorgaanbieders, die grote zorginstellingen, die moeten bezuinigen. Maar die moeten het wel op een manier doen dat het niet ten koste gaat van de gewone verpleger of verzorger. Samen kunnen we meer. Samen kunnen we meer, ja. Toch? Ja, dat is zo. Wie ben ik? Maar ik denk dat je een goed verhaal hebt. Waarschijnlijk ook wel naar de staatssecretaris. En dat we niet onder toezicht komen. Nee. Van nou, dat Bunschoten, dan moeten we nog eens eventjes langs gaan met een clubje van het ministerie. Want daar zijn ze nog niet zover. En dat de FNV ongelijk krijgt. Ik wens je daar heel veel sterkte mee. Dankjewel. En okay, veel succes samen met de politiek. Doe maar. Beste mensen, we hebben gesproken met de verantwoordelijk wethouder Bert Koops. Of hij er klaar voor is. Ik zeg het heel populair. En hij geeft de indruk, en het moet hem dan ook daarin geloven, dat wij klaar zijn voor 1 januari. Ik ga niet zeggen rustig naar bed en gezond weer op, want dat is in deze context niet helemaal de juiste. Maar hij heeft het voor elkaar. De wethouder gaat het vertellen bij de staatssecretaris in Leusden. En die zal zeggen, een pluim verdient, gemeente Bunschoten. Dit was Praatje Politiek. Graag tot een andere keer. Bye.